Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag zijn we met de gast Wim Dubbink, hoogleraar bedrijfsethiek in Tilburg, en Willem van der Del, bedrijfsethicus ook in Tilburg. Dat zijn eigenlijk twee collega's. En zij komen hier om een boek ten doop te houden waar ik eerlijk gezegd ook een stuk in heb mogen schrijven, waar ik heel blij mee ben. Ethisch zaken doen. En dat gaan we met elkaar bespreken. We kunnen niet alles bespreken, maar wat highlights en gewoon wat zo ter tafel komt, dat bespreken we. Nou, ook in de hoop om jullie te enthousiasmeren om er zelf in te gaan studeren. Maar eerlijk gezegd, misschien hoeft dat niet eens. Gewoon als introductie en verdere verdieping in jullie kennis van ethiek en bedrijfsleven. Nou, ik stel voor dat we dat doen. En ik heb het boek zelf, ik had het al eerder gelezen uiteraard, want jullie sturen het al toe. Dan heb je ook nog feedback op de andere hoofdstukken en zo ontstaat zo'n boek samen. Want zij hebben het dus niet samen geschreven, maar jullie hebben de helft denk ik samen geschreven en de andere helft, dat zijn auteurs. Ja. En omdat jullie de helft hebben geschreven, kan ik denk ik wel zo over het boek praten als jullie boek. En ik denk dat het leuk is om gewoon wat kernstukken eruit te vissen en enigszins systematisch er doorheen te gaan. En om dan maar meteen even te beginnen met de grote methodische vraag. Bedrijfsethiek is een discipline binnen de filosofie. En Wim, jij als hoogleraar en Kantiaan, of misschien scholar in het werk van Immanuel Kant. Zeker. Een van de grootste filosofen ooit. Schrijver van Kritiek der reinen Vernunft. Wim, jij bent vast in staat om even uit de doeken te doen voor ons van, wat is nou filosofie? Volgens jou, hè, want er zijn natuurlijk altijd weer meningsverschillen over. En hoe past eigenlijk bedrijfsethiek daarbinnen, gezien ook de populariteit van het thema bij mensen die geen filosoof zijn? Ja. Sociologen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen. Ja. Maar laten we beginnen met die kernvraag. Wat is nou eigenlijk filosofie? Ik zou zeggen dat filosofie, probeer het altijd zo kernachtig mogelijk uit te drukken. En dan zeg ik, filosofie is nadenken over nadenken. Dus alle mensen denken na, iedereen, het hoort tot de kern eigenlijk van mens zijn, zou ik willen zeggen, dat je al nadenkend in het leven staat. Bijvoorbeeld omdat je sowieso georiënteerd bent op het goede, of op handelen, op goed handelen. En niemand handelt zo, maar je handelt op goed handelen. Dus nadenken is iets wat iedereen doet. Maar wat dan kenmerkend is voor filosofen, zou ik willen zeggen, is dat ze dat nadenken bestuderen. Dus ze denken na over nadenken. En daarmee is het dus een hele bijzondere wetenschap. Normale wetenschappers hebben altijd de werkelijkheid als object. En wij hebben het nadenken als object. Dat moet je wel een beetje breed nemen. Want dat commentaar heb ik ook gehad. Dat mensen zeggen, ja, maar is het dan filosofie alleen logica? Nee. Wij denken ook na over de dingen die zich verhouden tot werkelijkheid. Dus met welke concepten, mens, wereld, gebruiken wij eigenlijk om de wereld te benaderen. Dus het is niet puur formeel, ook logica, maar ook nadenken over wetenschap, over het leven, over enzovoort. Ja, ik zou zeggen toch dat het een redelijk epistemologische definitie is. Dus hij neigt naar de kennisleervariant en dat veel filosofen, bijvoorbeeld Aristoteles, en wat wij hier bij De Nieuwe Wereld ook eigenlijk vaak doen, meer redenerend vanuit Aristoteles of bijvoorbeeld Alasdair MacIntyre of Hegel, dat je ziet dat daar ook wel grondbegrippen centraal staan die eigenlijk niet meer in het bereik van de kennis zitten. Maar bijvoorbeeld, ja, wat zijn nou zeden? Wat is cultuur? Ja. Wat is de verbeeldingskracht? En dan kom je wel bij een begrip van filosofie dat ook echt maatschappelijk is en contextgevoelig. Ja, maar ik... Ja, dus, of zeg jij van, dat hoort er ook bij? Of zeg jij van, dat is geen filosofie meer? Nee. Dat probeerde ik met mijn kleine bijzin van, dat gaat ook over concepten die over de werkelijkheid gaan, bij te pakken. Dus ik wil niet een epistemische definitie hebben van filosofie. Maar één die inderdaad ook het bestaan betreft. Want dat is ook iets wat wij dus ik zou willen zeggen, nou ja, wij mensen hebben nooit een directe verhouding tot het bestaan. Die is altijd al bemiddeld door het denken. Vandaar dat mijn definitie niet epistemisch is, maar ook gaat over hoe we ons verhouden tot het bestaan zelf. Ja. Omdat we daar geen directe relatie toe hebben. Wat mooi dat je dat zo zegt, want doet me ook wel denken aan filosofen bijvoorbeeld in de fenomenologie-traditie. Die zeggen van ja, het gaat eigenlijk over in de filosofie over het bestuderen van de manier waarop wij ons tot de wereld verhouden. Ja. Dus nu zitten we al met z'n drieën te praten over een boek. Daar zijn we al op een bepaalde manier afgestemd op het thema. Iets anders dan wanneer we op het terras zouden zitten. Ja. Dus er zit al een verstaansstructuur in die meer is dan alleen maar de reden. Er zit ook
We hebben een boek geschreven, er zijn emoties aan verbonden. Van zometeen gaan mensen het recenseren op je. Wat zullen ze ervan vinden? Dus misschien is het me weer. Maar ik wilde inderdaad juist dat brede. Ik ben juist tegen, en trouwens Kant ook is tegen, een al te epistemische definitie van wat filosofie is. Kant maakt dan ook het onderscheid tussen werkelijkheid en realiteit. En je werkelijkheid is daar waar wetenschappers zich toe verhouden, maar de filosoof verhoudt zich tot de realiteit. En dat is datgene wat ook breder is dan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld voor Kant is een heel centraal begrip is vrijheid. Maar vrijheid is niet iets wat in de werkelijkheid zit, want het is alleen bestaat. Ja, wij kunnen er überhaupt geen voorstellingen van krijgen. Voor zover wij er een voorstelling van hebben, is dat iets wat in het denken bestaat. Dus ik heb geen epistemische idee. Dit is wel een heel groot filosofisch vraagstuk. Hè? Is de mens vrij of niet? Ja. Wat ik voorstel is dat we die even parkeren. Parkeren. Maar daar gaan we zo meteen wel op terugkomen. Want veel mensen die dit boek gaan lezen, die zullen wel die vraag hebben van we leven nu helemaal in een systeem waarin mensen hun behoeften willen bevredigen en winst willen maken. Ja. En zijn we eigenlijk wel vrij genoeg om te kiezen voor hogere idealen? Want dat is wat de bedrijfsethicus, denk ik, graag onderzoekt. Ja. En dan spreek ik even voor mezelf, maar dan kijk ik ook naar jou, Willem. En ik zal het eerst zelf even zeggen. Wat mij motiveert in de bedrijfsethiek is juist het inspirerende verschil tussen de ordinaire wereld van macht, geld, markten, winsten en innoveren. Dat is vaak ook trial and error en er gaat ook van alles mis. En daar worden mensen ontslagen en voor aangenomen. Dat is de rauwe werkelijkheid van de economie. En dan de ideële werkelijkheid van is het wel rechtvaardig? Is het goed voor Nederland? Is het niet discriminerend? Hoe zit het eigenlijk met de natuur? En die twee bij elkaar brengen, dat is vaak heel lastig. Maar in de bedrijfsethiek is dat. Het is voor mij in ieder geval een belangrijk motief om juist hier in deze smerige tak van sport te zitten. Want je zit toch in het bedrijfsleven, maar je brengt eigenlijk die grotere idealen mee. En ik probeer altijd zo ook de studenten en ook in mijn schrijven wel te benadrukken dat het niet in het ideale geval keeper je die idealen niet over de schutting van de modderpoel, maar laat je eigenlijk zien in de modderpoel van als je nou twee keer over nadenkt. Ja, ja. Dan zit je zelf ook al na te denken over wat is eigenlijk een leuke collega. Dus wat betekent collegialiteit? En wat zegt dat over hoe je mensen selecteert bijvoorbeeld om carrière te maken? Dus dat is even meer een verwoording van mijn motivatie voor de bedrijfsethiek. En dan ben ik benieuwd naar de jouwe. En ook of jij toch ook kan benoemen wat nou eigenlijk bedrijfsethiek doet. Ja. Nee, ik denk dat het helemaal klopt. En heel veel mensen hebben dat idee ook een beetje. Dat ethisch zaken doen of bedrijfsethiek, dat een beetje een beetje een contradictio in termine. Ik weet niet, dat er een grote spanning zit tussen die twee ideeën. Van je hebt het bedrijfsleven, dat is een bepaalde manier van doen. En ethiek, maar eigenlijk zijn die heel moeilijk met elkaar te verenigen. En ik denk ook heel veel mensen die juist iets heel goed willen doen, die erg moreel gemotiveerd zijn. Dat zijn vaak mensen die eigenlijk liever het bedrijfsleven of het zakenleven vermijden. Maar daar is eigenlijk veel te belangrijk voor. Want stiekem, bijna alles. De hele manier hoe alle grote veranderingen in de wereld, die zijn eigenlijk, worden die allemaal vormgegeven door bedrijven. En dat kan inderdaad soms ten goede, maar ook soms ten slechte gaan. En ik denk daarom dat het eigenlijk heel erg heel belangrijk is. En het is inderdaad zo, mensen zitten, heel veel studenten met name, die worden heel erg getraind in het idee, in een bepaalde manier van denken over het bedrijfsleven. En inderdaad, dat het een bepaalde economische functie heeft. Ja, die heeft het ook. En dat het op een bepaalde manier werkt. Maar daar heeft de ethiek vaak een hele kleine rol in. En dat vind ik wel, dat vind ik zelf leuk aan bedrijfsethiek geven en zo'n boek schrijven. Dat het heel duidelijk laat zien dat die kant er aan zit. En ook en hoe je daar mee om kan gaan. Niet alleen op een theoretisch niveau, maar eigenlijk ook op een praktisch niveau. Ja. Er zitten veel mooie praktische voorbeelden in. Voordat we er daar even uitpakken, nog één ding om toe te voegen aan wat jij zegt. Voor mij is bedrijfsethiek ook wel een deel van wetenschapsfilosofie. Of dat betrek ik er ook wel bij. Omdat je ziet dat heel veel vragen in het bedrijfsleven en ook in de reflectie op het bedrijfsleven, bijvoorbeeld strategie of hoe werkt nou een slotanalyse. Ja, dat is dan zo'n typische consultancy tool die je dan in het eerste jaar leert kennen om met elkaar in een projectvorm eerst advies te geven. Dat als je niet helpt om die mensen in hun denken te stimuleren om te begrijpen wat eigenlijk de status is van een consultancy tool en een theorie en wat het wereldbeeld of het werkbeeld daarachter is en het marktbeeld,
Als je dat niet doet, ja, dan is het gewoon allemaal kennis. En als je het wel doet, dan komt er een soort orde. Dan beginnen ze te begrijpen, oh ja, dit zijn strategische instrumenten. Dit is een theoretische reflectie. Maar de grote vraag blijft natuurlijk ook, ja, moet dit allemaal wel zo? Kan dit wel? Heb ik goede redenen? En dan ben je al eigenlijk bij de ethiek. Hè? Dus je moet ook die mensen in het bedrijfsleven, maar vooral die ervoor studeren, eigenlijk ontvankelijk maken voor ethische reflectie. En dat doe je ook door te leren van, ja, wat is wetenschap en wat kan wetenschap niet? En mij valt op dat economen en bedrijfskundigen, ze vinden zelf allemaal dat ze het erg wetenschappelijk aanpakken, maar die grondbegrippen uit elkaar halen, dat is nog wel eens heel ingewikkeld. Ja. En dan kun je een soort eenzijdigheid krijgen. Ja. Ja. Nou, wat ik ook wel, als ik daar mag aanvullen, wat ik zelf heel belangrijk vind als je bedrijfsethiek doet, is dat je het ook echt filosofisch insteekt. Hè? Dus dat je ook niet alleen aan de wetenschapfilosofie erbij haalt, maar inderdaad ook de filosofie als de metafysica of de postmetafysica. Wat je heel snel ziet, is dat mensen bedrijfsethiek benaderen als iets heel praktisch. Hè? Ja, ik ben hier met mijn zaken bezig. Maar vervolgens stellen ze onmiddellijk altijd de meest fundamentele vragen. Of ze poneren de meest fundamentele antwoorden. Ja, de mens is een winstmaximalisator. Oh, oké, okay, dat is nogal een bewering over het menselijk zijn. Dus het gevaar van heel veel bedrijfsethiek vind ik dat ze daar een te praktisch mee om willen gaan. Ja. Ik zal meteen maar even laten zien dat het nuttig voor je is. Maar dan, dat gevecht win je eigenlijk nooit. Want uiteindelijk is ethiek niet nuttig. Dus je kan veel beter zeggen, oh, maar meneer of mevrouw, u stelt een heel fundamentele vraag. Zullen we daar dan maar mee bezig? Ja. Zullen we daar dan maar mee bezig gaan? Want ja, ik kan niet helpen. Ik wil het er niet over hebben, maar u wilt het er zo nodig over hebben. Ja, ja. Dus zullen we dat maar doen, hè? Of men zegt, alles is relatief. Of het is allemaal subjectief. Of okay, nou, dat is nogal een bewering. Ja. Dus dat vind ik ook altijd wel een goede ingang. Los van, ja, inderdaad, ook een wetenschapfilosofische ingang, maar ook gewoon, okay, laten we het dan er maar over gaan hebben. Wat is de mens? Ja. Waar gaat het om? Wat is goed? Dat is een ingang die jij veel kiest, toch niet, Willem? Wat is goed? En dat dan systematisch aanpakken, want anders krijg je een soort praatgroepen, die bestaan ook overal. Dus dat is het voordeel van ethiek, is met elkaar praten over wat je allemaal twijfels hebt bij je baas of bij je business. Vreselijk, ja. Terwijl je kunt natuurlijk ook het systematisch aanvliegen, en dat is het leuke aan de filosofische invalshoek. Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat ik weet niet of jullie dat in mijn stuk gemerkt hebben, maar ik probeer dus een aantal jaren al empirisch geïnformeerd te zijn in mijn bedrijfsethiek. Ja. Dus, ja, heel mooi. Dus veel voorbeelden, veel feitjes en dan daarin die filosofie te zoeken. Ja. En ik erger mij wel aan filosofen die denken ook even praktisch te worden. En die komen dan met een anekdote. En die steken dan een verhaal over Rawls af of zo. En dan denk ik, ja, weet je wel, het is heel goed voor op een conferentie. Maar dan mis ik toch ook die klik. Dus dan, je kunt ook te snel naar de conceptuele analyse gaan. Ja. Want dan kijk, in de filosofie dan wordt het een soort conceptueel spel. En dat is ook een interessant iets op zich, maar ik vind voor de bedrijfsethiek moeten we toch als eis stellen dat het praktisch blijft. En daarom vind ik het zo leuk dat jullie dus mij ook als eis stelden om eigenlijk steeds te beginnen met een dilemma. Ja. Ja. Dat zit er dan tussenin, hè? Want een dilemma is vaak niet, blijkt niet uit onderzoek, zijn veel gefingeerd. Ja. Maar sommige vond ik wel heel realistisch. En één wilde ik even gebruiken. Ja, ja, okay. In het begin zeggen jullie, is het een deel van het dilemma? Laat ik het maar gewoon in mijn eigen woorden schetsen, want anders gaan we weer voorlezen. Ja, hoe moet je nou omgaan nu met als man met het gegeven dat je bijvoorbeeld bij grote organisaties ziet dat je als vrouw snelle carrière maakt? Ja. Mm-hmm. Tegen de achtergrond van het feit dat heel veel mannen de beslissingen nemen, zeker in topmanagementlagen. Dus je zit eigenlijk in een carrièrekader waarbij je ziet dat de vrouwen hier voorbij streven, terwijl je ook ziet dat er heel veel mannen aan de macht zijn en ook wel het idee van er zouden meer vrouwen bij kunnen. Ik vind dat nou echt een dilemma, want aan de ene kant is het natuurlijk goed om een goede spreiding na te streven en daar ook institutioneel afspraken op te maken. Dus niet zo van, Wim, jij bent de hoogleraar, dus jij beslist hier wie straks carrière maakt. Nee, maar echt met commissies en afspraken en codes. Ik ben helemaal voor in theorie, maar in de praktijk zie je dus wel dat het ook pijn doet bij die mannen. Ja. Dus en hier gaat het eigenlijk over het vraagstuk van positieve discriminatie. Ja. En wat zijn daar nou filosofisch, ethisch, empirisch, wat zijn nu voor jullie de belangrijke kanten daarvan om even te benoemen? Want, nou ja, moet je dat doen als organisatie? Nou, misschien één ding wat natuurlijk sowieso interessant is, iets wat je zegt, is dat het momenteel zo is dat voor vrouwen het op sommige plekken makkelijker is om carrière te maken dan voor mannen.
Ja. Maar dat op zichzelf is natuurlijk eigenlijk al best een lastig iets om überhaupt... Is dat empirisch zo? ...te stellen. Zelfs als dat zo is, ja, zelfs als dat zo is op een... Op sommige plekken in iemands carrière. Nou, laten we voor de sake of argument dit aannemen. Okay. Ik denk dat heel veel kijkers het zullen herkennen. Dat zeker bij bedrijven die gewoon modern zijn en opereren vanuit de Volkskrant en het NRC-publiek. Dat je nu wel ziet dat er moet gewoon een gelijke verdeling van man en vrouw zijn. En het feit is wel dat dat niet zo is. In heel veel sectoren. In de publieke sector valt het erg mee. Klein voorbeeldje bijvoorbeeld. Op de Universiteit van Eindhoven, meen ik dat het nog steeds beleid is. Dus dat vrouwen kunnen worden aangenomen voor een vast contract, maar mannen niet. Dus dat zijn van die voorbeelden. Ja, ja. En die illustreren natuurlijk iets. Want er werken daar weinig vrouwen. Dus ja, hoe kom je anders? Hoe kom je aan die vrouwen als je maar mannen blijft aannemen? Ja. Maar goed, ga door. Dan, nee, maar anders vul ik hem helemaal zelf in. Je mag ook tegengas geven. Het is een bespreking van een dilemma wat mij betreft. Ik ga met je mee. Maar een van de dingen die daar natuurlijk wel een belangrijke vraag bij zit. En een van de aannames, denk ik, bij veel van die mensen die dit soort beleid voorstellen, is dat je mensen op sommige plekken helpt. Maar dat het wel mensen zijn die op eerdere plekken in hun carrière het moeilijker hebben gehad. Dus het is nog steeds moeilijker om als vrouwelijke student succesvol te zijn in de techniek. Of überhaupt misschien zelfs om techniek te kiezen. Dan kan je vragen of dat misschien niet... Het is gek is om te zeggen dat zou met biologie te maken kunnen hebben natuurlijk, maar... Nee, kan. Maar in ieder geval dat je heel veel tegengas hebt vroeger in je carrière. En dat nu verder wordt geholpen. Het is wel interessant wat je zegt, want het is goed dat je dit benoemt. Dus een niet in alle opzichten rechtvaardige ingreep kan je dus juist rechtvaardigen om iets te herstellen. Je kunt zeggen, bijvoorbeeld, zo geldt het ook voor mensen met een migratieachtergrond nu. Ja, ja. Die zijn natuurlijk ook gewenst nu in managementteams. Ja, ja. En dat komt omdat men vindt dat die representatie, dus diversiteit, moet er komen. Nou, dat lukt niet. Ja. Dus dan moet je die mensen eigenlijk een kruiwagen geven. Dat geef je andere mensen niet. Sterker nog, die kruiwagen blokkeert de weg van een ander. En dat doe je dan omdat je zegt, ja, maar op de middelbare school heb je het waarschijnlijk zwaarder gehad. Of... Ja. Er is reden om te denken dat klasse, huidskleur, seksen in de weg zitten om een gelijke concurrent te zijn van een normale, van een zevenvinker, heet dat tegenwoordig. Ja, nee, exact. Dus, maar als dat zo is, dus als het waar is wat ik zeg, en dat is natuurlijk ook een aanname, dus als we het hebben over empirisch gericht onderzoek, dan doen we het hier nog niet heel goed misschien, maar nou, laten we wel... Het begint al met het verwoorden van de aanname, dus dat kun je dan verder onderzoeken. Maar wat dat laat zien is dat er een spanning zit tussen enerzijds procedurele gelijkheid, dat je zegt, oké, iedereen die solliciteert, die springt door precies dezelfde hoepel. En we hebben een kwaliteitsstandaard afgesproken. Dus iedereen met een bepaalde hoeveelheid jaren ervaring, publicaties in een academische setting. Degene die daar het best op scoort, die nemen we aan. Dus dat zou je procedurele gelijkheid kunnen noemen. En je kan het hebben over kansgelijkheid. En als het waar is wat ik zeg, dus dat soort situaties altijd voorgaan en het feit dat mensen eerder in hun carrière het moeilijker hebben gehad, dan laat dat zien dat er een spanning is tussen die twee zaken. Dus dan moet je denk ik toch... Ja, mooi verschil dilemma. Tussen kansen en procedurele rechtvaardigheid dus. Ja, dat denk ik, zo zie ik het dilemma. Ja, nou ja, ik zou er... Aangenomen dat het zo empirisch klopt, wat ik wel betwijfel, maar aangenomen dat het empirisch klopt, dan is het natuurlijk zo dat elke samenleving op een bepaald moment zijn doelen stelt en ook mag stellen. En elke samenleving en dat verandert of dat wijzigt enigszins de kansen van alle mensen die op dat moment daarmee bezig zijn. Dus ik zou willen zeggen, niet elke vorm van verschil maken op grond van goed doordacht beleid is ook per se discriminatie. Dus het hele wat je heel snel tegenwoordig ziet, is dat mensen verschil al onmiddellijk interpreteren met discriminatie. Maar dat is niet. Nou, dat is een mooi onderscheid. Dus je hebt verschil. Ja. Maar bedoelt, als ja. Maar je kunt nog verder gaan en zeggen van ja, er wordt gediscrimineerd. Maar niet iedere vorm van discriminatie is erg. Kijk, bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie, ik zal er een voor. Ja. Is helemaal niet zo problematisch. Iedereen wordt op een gegeven moment ouder. Dat is iets heel anders dan discriminatie op basis van huidskleur. Dat heet trouwens racisme, dat is wel problematisch. Maar dus discriminatie op basis van leeftijd is in heel veel gevallen
best verdedigbaar. Maar het is maar een voorbeeld. Je kunt ook lichtere voorbeelden noemen. Hè? Discriminatie op basis... Als je selecteert op talent en kwaliteit, wat jij suggereert, de meritocratie is ook een feit van... In feite een structuur van onderscheid maken en mensen prefereren op basis van criteria, is ook een vorm van discrimineren. Ja, ik zou liever het woord discrimineren blijven gebruiken voor dingen die afkeurenswaardig zijn. Dus daarom maak ik ook het onderscheid tussen verschil en discriminatie. Zo gauw het niet mag, zou ik het... Wat ik heel belangrijk vind, ook in de discussies die ik heb met een student of een collega, vooral studenten, is dat men wil eigenlijk voortdurend de idee ondergraven dat je in de ethiek tot redelijke oordeelsvorming kan komen. Dus, en als je dan het woord discriminatie breed gaat gebruiken, zie je wel, er is altijd discriminatie. He, dus elk goed heeft ook zijn slecht. Ja, sommige dingen zijn gewoon goed en andere dingen zijn slecht. Dus daarom is het voor mij wel belangrijk om het aan te geven. Nee, sommige dingen zijn discriminatie. Ja, het probleem andere dingen zijn verschil. Om dat dan weer te compliceren. Ja. De wereld is vaak natuurlijk niet slecht. Dat wil zeggen winstgevend en economisch succesvol. En goed het morele doen. Want dat is ook het probleem van dilemma's. Dat het vaak te zwart-wit is. Ja. En dus je wil eigenlijk gegradeerd naar dat soort dingen kijken. Ja. En daarom zou ik dus wel meer een rubricering willen nastreven. Okay. En zeggen van sommige vormen van discriminatie. Misschien is het ook wel goed om dat zo te noemen. Ja. Zodat het ook eerlijk is. Nee. Maar ik ben wel... Met je eens dat je in de ethiek zou je eigenlijk moeten blijven nadenken over van wat we nastreven als samenleving en de no-go's. Ja. En het is wel goed om scherp te houden, om een voorbeeld te noemen, dat sommige mensen zich in de klas niet veilig voelen vanwege hun geaardheid, klasse of huidskleur. Ja, daarvan denk ik wel eens, ik weet niet of dat zo erg is als heel veel ethici denken. Maar er zijn wel no-go's. Bijvoorbeeld evidente discriminatie op basis van deze punten, dat is echt een no-go. Ja. Dus als je daarachter komt en je moet er zorgen dat dat niet gebeurt. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat iedereen zich veilig voelt in zijn lichaam. Nee, dan denk ik, Kijk, dus dat vind ik het lastige aan die het verschil maken en discrimineren. Dat discrimineren wordt dan vaak het plekje waar al die dingen inkomen. Ja, ja, dus ja. Dus je moet ook streng durven zijn en dan zeggen van wat is het? En dat moet je dan ook eigenlijk verklaren tot... Nou, ik vind een mogelijke term... Het is vaak dan het Engels, hè, dus red flag wordt het dan wel genoemd. Ja, ja. Zie je ook veel in bedrijven. Dat is helemaal niet gek om dat zo te noemen. Een rode vlag. Ja, ja, over die veiligheid is natuurlijk wel... Kijk, op het moment dat iemand claimt dat ik mijn gedrag moet aanpassen... omdat deze persoon zich niet veilig voelt... dan maak je van... Je veilig voelen is eigenlijk een soort subjectief begrip... wat bij een persoon hoort. Ik voel me veilig of niet. Dat is iets wat ik helemaal zelf kan bepalen. Maar op het moment dat ik mij zeg dat ik mij in een sociale situatie niet veilig voel... En ik dus van andere mensen wat verwacht, dan wordt het een intersubjectief begrip. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je criteria moet stellen. Maar je kan je helemaal niet veilig voelen, maar dat is jouw probleem in dit geval. Dat kan, hè? Niet dat je daar te snel mee moet zijn. Nee, op het moment dat je het interpersoonlijk gebruikt, om tegen iemand te kunnen zeggen, daarom moet jij zussen, daarom moet je zo, dan moet je ook criteria gaan stellen en zeggen, oké. Hier mag je inderdaad zeggen dat dit onveilig is, maar nee, dit kun je echt niet onveilig noemen. Dit hoort bij jou. Het is fascinerend wat je nu zegt, want ik denk dat het nog een uitdaging is voor ons vakgebied om dit te verwoorden. Ja, ja. Wat zijn die criteria? Maar ik wil... We willen namelijk ook een tour de force door het boek heen. Ja. Ja. Ik blijf heel even bij jou en dan graag jouw reflectie erop. Ik kwam namelijk over het mens zijn gesproken, Wim, in jouw stuk een volgende zin tegen. En ik vond hem heel filosofisch klinken, maar ik dacht ook van, laten we eens proberen om dat nou te concretiseren. Op pagina 65, daar hebben we het over de waarde van een persoon zijn. Dat raakt ook wel aan die veiligheid, denk ik. Ja. En dan zeg je van, voortbouwend op Kant zijn er filosofen, wij kennen ze maar anderen misschien niet, bijvoorbeeld Korsgaard. En de kern van het denken van die mensen is dat persoon zijn niet zomaar iets is. Dus je bent niet zomaar iemand, een persoon. De fundamentele waarde als persoon is iets dat alle mensen in potentie toekomt. Ja. Tegelijkertijd is het iets dat mensen in hun leven moeten actualiseren. Ja. En dan dacht ik wel van, daar heb ik best allemaal beelden bij. Maar ik was gewoon benieuwd naar jouw beelden. Van wat betekent het nou wanneer we zeggen als filosoof, de mens is eigenlijk in potentie waardevol. En
Ja, ik bedoel, als een baby geboren wordt, dan vinden we het ook al waardevol. En dit potentie doet ook een beetje denken aan zelfontplooiing in de zin van, ben je dan pas waardevol als je je studie hebt afgemaakt? Dus wat, in welke zin kun je dat vanuit het mensbegrip van de mens, is iemand die zijn persoon zou moeten actualiseren, kun je dat eens uitleggen en verdiepen aan ons? Nou ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat de ethiek eigenlijk over twee verschillende dingen gaat. Ethiek gaat enerzijds over intermenselijke verhoudingen. Hoe moet ik mij tegenover van jou gedragen? Hoe moet jij je ten opzichte van mij gedragen? Dat is een aspect van de ethiek. En het andere is, hoe verhoud ik me tot mezelf? Wie moet ik eigenlijk zijn? En als we zeggen dat mensen in potentie een persoon zijn, dat betekent eigenlijk dat ik iedereen, op grond van zijn potentie, heb ik in interpersoonlijke relaties iedereen op een bepaalde manier te handelen. Hè? Dus als de vraag gesteld wordt van, en dat wordt dan vaak een standaard voorbeeld helaas, waarom zou je Adolf Hitler moeten respecteren? Omdat hij ook anderen niet respecteert, antwoord, omdat hij nog steeds in potentie een mens is. Maar wat Adolf Hitler dus niet gedaan heeft, is zijn potentie als mens actualiseren. Is dit ook eigenlijk het fundamentele schema achter de rechtsstaat, waarom we zeggen, ook een misdadiger verdient nog een rechtspraak? Ja, ik denk iets van de integriteit van je menselijkheid blijft bewaard, ook al ben je een ontzettende klootzak. Wij kunnen die potentie nooit afnemen, omdat het mens zijn zich toch nog steeds weerspiegelt in die persoon. Ja, ik vind het sowieso heel mooi hoe je het net opende, dat je zegt van ja, ethiek gaat over mijn verhouding tot anderen, maar ethiek gaat ook over je verhouding tot jezelf. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, zou ik willen zeggen, van de ethiek. En dat is het persoon. Persoon zijn betekent eigenlijk heel simpelweg dat je je persoon zijn actualiseren. Dat betekent eigenlijk dat je de waarde die je als mens in potentie hebt, dat je dat ook, dat je denkt, frek, die waardigheid, dat is iets wat ik, dat heb ik niet zomaar, daar moet ik iets voor doen. Ja, en dat betekent dus volgens mij, maar ik weet niet of jullie dat, ik zou dat invullen een beetje vanuit de lijn van Harry Frankfurt, die daar natuurlijk die beroemde theorie over heeft verwoord, dat hij zegt van ja, je moet dus bedenken van wat zijn jouw evaluaties, wat vind je belangrijk. En dus bijvoorbeeld, ik wil graag filosoof zijn. Ja. En dat is natuurlijk een ambacht, daar heb ik ook al een studie voor afgelegd, maar dan moet ik ook mezelf toe blijven aanzetten. Want dan denk ik ook, ik kan nu dit of dat doen. Ik kan nu bijvoorbeeld die roman gaan lezen, met vrienden een biertje gaan drinken, of ik kan me nu verder in dit vraagstuk verdiepen. Dan denk ik, nou, als ik filosoof wil zijn, dan moet ik eigenlijk daarvoor gaan. En dat is dan een levensfilosofische invulling van normativiteit. Maar het geldt natuurlijk ook bij moraliteit. Bijvoorbeeld in mijn vaderschap heb ik wel eens het probleem dat ik denk van, ik wil de krant lezen of filosoof worden. Ja. En dan moet ik bij mezelf nadenken van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te spelen met mijn eigen kinderen. Het is net vakantie geweest. Daar ben ik dan ook eerlijk in. Maar dan denk ik toch van ja, maar waarom eigenlijk? Weet je, als we komen net uit school. Ja. En dan mobiliseer ik die energie en dan doe ik het. En dan denk ik, vind het ook nog leuk. Maar het is eigenlijk ook, plezier is op een hoger niveau. Ja. Want ik heb me dan, vanuit het ideaal beslis ik daar dan toe. Ja. Ja, het is eigenlijk altijd, en dat is wel mooi dat je een voorbeeld dat je dat geeft, dat je je toe aan moet zetten. Maar dat inderdaad dat persoon worden en dat persoon zijn, heeft altijd te maken met ergens even overheen stappen. Eigenlijk altijd over jezelf heen stappen. Want je begon net over die baby. Die baby die wordt geboren met een bepaalde natuurlijke karakteristieken. En die heeft al in potentie dat persoon zijn. Maar er zitten allerlei fouten in, als het ware, ingeweven. En in de loop van zijn leven komen er nog meer allerlei fouten bij aan karakterontwikkelingen en zo. En persoon zijn betekent eigenlijk voortdurend zeggen tegen jezelf, ja, maar die persoon moet ik zijn. Ja. Niet deze. En ook, dus leren, altijd, te bedenken van wie ben ik en wat zijn mijn mogelijkheden, wat zijn mijn plichten. Ja. En ook daar je geluk op afstemmen. Niet denken van ik wil gewoon een nieuwe auto of ik wil gewoon een boek lezen. Maar bedenken van ja, kijk, wie ben ik nu? Ik ben een vader van 2 kinderen, ik heb een relatie, ik heb vrienden, ik heb een druk weekend voor de boeg. Van, ik moet even goed nadenken van wat hoort nu? Ja. En hoe, en daar binnen die vreugde vinden. En dat is dan, dat in die zin is dus een persoonlijke ethiek, heeft best wel te maken met gewoon orde krijgen in wat je prioriteiten zijn. Ja, zeker. Ja, ja. En voor een belangrijk deel kan je daar ook de vraag hoe je moet ontwikkelen. Inderdaad, dat voorbeeld van het vader is mooi. Dus de kant die je op moet, wordt eigenlijk al uitgestippeld door
jouw ideaalbeeld van wat de vader zou moeten zijn. En dat bedenk je niet zelf, dat ideaalbeeld. Ja. Dat is in een geschiedenis ook gekomen. Daar kan je eigenlijk op richten. Ja. Ja. Willem, ik ga even naar jou om dit te verdiepen vanuit jouw hoofdstuk over morele redenen. Want daarin, het leuke in jullie boek is dat jullie openen met van, dit boek gaat nou eindelijk eens voorbij het schema van consequentialisme, utilitarisme en deontologie. Dat moet je niet verwachten. En een van de redenen, zeggen jullie dan zo filijn, ja, Kant had ook een deugdethiek, dus hou nou op met die reductie van denkers tot scholen. En het leuke in jouw hoofdstuk is dat je dan toch eigenlijk op een subtiele manier ze wel weer afstoft. En zegt van, je kunt een onderscheid maken in je morele oriëntatie. Bijvoorbeeld als je het dus hebt over van, moet ik nu mijn vaderschap uitleven of kan ik gewoon filosoof zijn? Dat zijn nog niet eens echte morele uitdagingen. Trouwens, die van het vaderschap natuurlijk wel, maar je kunt je neteligere kwesties voorstellen. Dan zeg jij eigenlijk van, ja, dan komen toch die drie dingen van, wat zijn je principes? Wat zijn de gevolgen van je daden? En wat vergt dat eigenlijk voor mij als persoon? Ja. Dus ik dacht, misschien kun je vanuit die voorbeeld die we net bespraken dit nog wat meer body geven. Dus bijvoorbeeld die principes die veel mensen denken toch van, oké, bedoel je rechtvaardigheid? Of wat zijn nou voor de hand liggende principes die je kunt hebben en hoe hanteer je ze als principe? Ja. Hoe zou jij zeggen dat die principes... Je zou ook kunnen zeggen no-go's misschien al. Een van de dingen waar ik die ik belangrijk vind eigenlijk aan het hoofdstuk is dat we ook beginnen met een stukje over het soort van morele problemen dat je hebt. En ik denk heel veel problemen die spelen. Dus, je had in je mail ook iets gezegd over Siewert van Linde bijvoorbeeld. En ik moest daar nu ook weer aan denken over. Dat is iemand die dan, waarvan je denkt dat het een behoorlijk verstandig persoon die toch behoorlijk maffe, moreel gezien behoorlijk maffe dingen doet. En dat soort dingen zijn soms behoorlijk bewonderenswaardig. En dan denk je van, hoe zit dat nou precies? En ik denk enerzijds, denken we vaak over morele problemen ook een beetje in die zin na. Oké, we weten wat we misschien belangrijk vinden. En denk ik, op een rationeel niveau vinden heel veel mensen, denk ik, ethiek echt belangrijk. Mensen vinden hun eigen principes belangrijk. Mensen vinden het belangrijk om het juiste te doen. Maar soms is het juiste doen, heb je door van, oké, maar als ik het juiste nu op dit moment niet doe, dan kan ik er 10 miljoen aan overhouden. Of iets anders. Of daar kan je. En ik denk, ja, dus we maken in het begin een hoofdstuk tussen enerzijds problemen die gaan over, oké, je weet eigenlijk wel wat het juiste is om te doen, maar het is misschien niet zo leuk om te doen. Het gaat misschien niet tegen je eigen belang. Wat jij noemde van, je moet je over jezelf heen zetten. Ja. En ik denk dat heel veel van die dingen die voorbij komen in ethische theorie en de dingen die we ook bespreken in het hoofdstuk, principes, consequenties en hoe je je karakter, hoe je met jezelf verhoudt, die komen boven op het moment dat je daadwerkelijk een serieus probleem hebt. En dat soort problemen komen misschien inderdaad voor als je inderdaad een netelige kwestie hebt. Als je inderdaad denkt van oké, ik weet nu echt niet wat het juist is om te doen. Ja, en nou, laten we die Siewert als, dus iedereen kent die casus, hè? Dus laten we die eens erbij pakken. Dus, jij noemde hem net even van een soort van, ik weet even het precies woord niet, maar moedig of bewonderenswaardig, zei je, in relatie tot Siewert. En misschien bedoelde je daarmee, of misschien begreep ik je verkeerd, maar ik had het idee dat je bedoelde, ja, dat is ook een jongen met veel bravoure, die veel gedaan krijgt, die dan ook met een inspirerend verhaal komt over die mondkapjes, voor sommige mensen inspirerend. En ja, dat is natuurlijk ook een talent. En het talent zit hem er juist ook in dat het ook moreel lijkt te zijn. Ja. Dus het is morele moed die zogenaamd opbrengt. Het probleem is volgens mij dus dat hij zijn rollen vervaagt. Rolvervaging is de kern van Siewert's probleem, denk ik. Hoewel je ook kunt zeggen dat hij geen gevoel heeft voor eerlijke prijzen. Maar dat hij zich dus, terwijl hij dus in de politiek meeschrijft aan het CDA-rapport, eigenlijk in het klasje van Halsema nog ambtenaar is, een NGO heeft opgericht en tegelijkertijd een bedrijf heeft, dat hij dus vanuit de pet van de NGO aan tafel zit bij Jort Kelder of bij bijna iedere talkshow. En het is zich bezondigd aan vaagheid over wat zijn rol is. En is eigenlijk aan de front presenteert hij zich als een weldoener, terwijl stiekem is hij zichzelf aan het verrijken. En mensen ergeren zich daar
terecht aan, maar dat is dus een soort rolvervaging. Maar waar, dat kan, de status van dat niet kan, is principieel. Hè? Dus je zegt eigenlijk van ja, als je ambtenaar bent, dan moet je principieel je commerciële zaakjes klein houden en zorgen dat die er niks mee te maken hebben. Dus klein houden bedoel ik mee van, het zou natuurlijk best kunnen dat hij een webwinkel heeft of zo. Ja. En het zou ook nog wel kunnen dat hij lezingen geeft over goed bestuur en daar geld voor vraagt, tuurlijk. Maar ja, nu wordt hij dus miljonair. Met zaken die hij eigenlijk bedisselt in een andere rol. Ja. De ene keer als bestuurder, de andere keer als mediafiguur, de andere keer als politicus, terwijl eigenlijk steeds stiekem daarachter dus. En de principialiteit of de boedelscheiding. Ik ben het met je eens dat hoe je het beschrijft. Maar voor mijn gevoel, en ik denk ook dat dat iets wat veel mensen zo zien, en zo zie ik het zelf volgens mij ook, is dat het niet echt een situatie is die daadwerkelijk. Dat het werkelijk echt behoorlijk ingewikkeld is om uit te vogelen wat nou het juiste was voor hem om te doen op dit moment. Volgens mij was het vrij evident dat het eigenlijk gewoon niet kon. En daarom denk ik van, volgens mij hoef je eigenlijk helemaal niet zo ver te gaan om te zien wat voor probleem het is. Volgens mij was het eigenlijk simpel, een vrij simpel probleem, dat je je eigen belang in dit geval, in ieder geval geldelijk belang, keihard tegen een aantal vrij evidente ethische principes staan. Ja, en hoe zou jij het ethische principe benoemen? Want ik zou dus zeggen dat het, wat hij hier dus besmuikt, dat is eigenlijk zijn professionaliteit. En die, met andere woorden, zijn rol. Ja, ja. Hij houdt zich niet aan zijn rol. Ja, maar het is ook een kwestie van waarachtigheid. Want je zei net, hij zat aan tafel en hij besmuikte zich in vaagheid over hoe het precies is. Maar volgens mij was hij, je zou het ook, veel mensen lazen dat een soort van misleiding eigenlijk. Van je doet je echt voor alsof je, alsof je iets doet puur vanuit de goedheid van je hart. Terwijl je er eigenlijk 10 miljoen aan verdient. Ja, er zit nog een ander moreel vraagstuk aan, dat wil ik ook graag aan jou voorleggen. Namelijk hoeveel, want het heeft ook met zaken doen te maken, hoeveel kun je nou vragen voor een dienst waarvan je weet dat jij hem toch kan leveren voor een bepaald bedrag? En hoeveel winst mag je maken? Dus de rechtvaardige prijs. Ja. Dat is ook zoiets waarvan mensen denken, nou, je hebt toch vraag en aanbod? Ja. Dus ja, wat is nou de rechtvaardige prijs? Ja. Dus ik heb mijzelf ook wel eens daartoe aangezet van, ja, waar kom je nou op uit als je dat goed gaat doorexerceren? Wat is een rechtvaardige prijs? Het is echt wel heel ingewikkeld. Zeker. Maar hoe kijk jij nou in dit geval ook naar Siebert? Want hij heeft dus niet alleen die rolvervaging, om het in mijn termen te zeggen, gepleegd. Dus daarmee de misleiding, zoals jij het zegt. Het is dus een leugenaar. Manipulatie. Manipulatie, maar hij heeft dus ook. Het zou natuurlijk kunnen dat hij daar gewoon 1 miljoen aan had verdiend. Ja. Dan was het eigenlijk ook nog steeds een probleem geweest. Maar hij heeft er 9 miljoen aan verdiend. Ja. En we weten ook dat de winst in weinig verhouding staat tot de prestatie. Dus hoe kijk jij nou naar dat aspect van het morele vraagstuk? Van, ja, hoe kunnen we ethisch gezien nou daar nog paal en perk aan stellen? Of staan we met lege handen? Ja, ik ben eigenlijk ook. Ja. Ja. Nee, ik zou willen zeggen, dus wat je zegt over die rol, dat klopt. Ik zou dat nog iets willen specificeren. En dat is, en dan kom ik ook op die rechtvaardige prijs. Kijk, heel veel mensen denken dat in de middeleeuwen mensen heel raar nadachten over rechtvaardige prijs. Dat het een soort van objectief, dat die monniken dan een beetje gingen meten. En dat ze dan zeiden, ja, dit brood moet ongeveer 2 euro kosten. Maar die theorievorming over die rechtvaardige prijs in de middeleeuwen, daar zat men heel lang over na te denken. En wat was uiteindelijk de conclusie van de middeleeuwse monniken? De rechtvaardige prijs is de prijs die de markt tot stand gebracht wordt. Want we kunnen er geen andere. We kunnen op geen andere manier vraag en aanbod bij elkaar brengen dan door te zeggen: een rechtvaardige prijs is dat als onder bepaalde voorwaarden ik iets aanbied voor een bepaald bedrag en jij zegt, nou, dat wil ik wel hebben onder bepaalde voorwaarden, dan is dat een rechtvaardige prijs. Ja. En wat nou Siebert heeft gedaan, en wat dus betekent is, een markt moet een markt zijn. Dat is dus, ja. En dat zou ik maar bedenken zijn, want hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar de prijs van ASML? Het grootste bedrijf van Nederland. Ja. Ja. Ook wel echt, wordt ook wel gehezen. Dat is de grote vlag, het banier van Nederland. Het allerbelangrijkste bedrijf wat we hebben. Ja. Die hebben geen markt, die zijn de markt. Nee. Nou ja, dus
Adam Smith zei, dat is eigenlijk heel, Adam Smith's kritiek op de middeleeuwse idee was eigenlijk, ja, maar mensen, we leven niet in een marktsamenleving, want de overheid bepaalt voortdurend, de graven en de hertogen, en eigenlijk leven we nog steeds in een samenleving. Een van de grootste problemen van de vrije marktsamenleving, zou ik willen zeggen, is, we leven niet in een vrije marktsamenleving. Want we leven in een samenleving van machtige partijen die voortdurend de markt verstoren. Monopolies zoals Amazon, Google, ja, Uber, ASML, KLM. De boerensamenleving die via het CDA-netwerk altijd heeft geprobeerd om de wetgeving rondom stikstof te beïnvloeden. We weten al 50 jaar lang dat stikstof een probleem is. En elke keer weer wat dat neemt. Maar het netwerk van Wageningen Universiteit, het Landbouwministerie, al die kennisnetwerken, boeren erbij. En men heeft gewoon eigenlijk 50 jaar lang niks anders gedaan dan wetgeving tegenhouden. Niet anders dan ASML en al die andere bedrijven. Ja, maar we leven niet in de markt. We leven niet. En dus Siebert is eigenlijk een voorbeeld ook weer van iemand die de markt buitenspel zet. Want als jij dan zegt, hoeveel winst had hij er wel had mogen maken? Nou, het antwoord is, zoveel winst als de markt hem zou willen geven. Maar wat hij gedaan heeft, is ambtenaren bewerken. Ja. En die ambtenaren die zeiden, ja, maar dit zijn slechte kapjes, wij willen deze kapjes helemaal niet. Want dan ging hij nog weer een trapje hoger. En dan ging hij naar de Jong toe en die ging weer die jasje trekken. En dus eigenlijk is hij een vals speler op de markt. Ja, ja. Maar ja, goed, sommige markten zijn het. Kijk, het probleem is, theorie hiervoor, historisch gezien dan, is die van de Marxisten. En die zeggen, het wel heel interessant in theorie, namelijk iets is wat waard het hoeveelheid uren die erin zitten. Ja. Dus bijvoorbeeld, daarom zegt de Marxist ook, de hoogleraar verdient evenveel als de tandarts en de stratenmaker. Ja. Alle drie 8 uur werken, dat is gewoon een bepaald salaris. En daar zou je nog bepaalde schalen in kunnen bedenken van of mensen lang gestudeerd hebben of compensatie. Ja. Dus dat kan, ook volgens mij marxistisch gezien wel. Maar de kern is dat een product zoveel waard is als er uren in zitten. En je ziet ook wel de trend van true pricing bijvoorbeeld. Dat we zien dat sommige mensen verdedigen van, ja, je moet toch vaste prijzen gaan bedenken. Bijvoorbeeld voor koffie. Ja. Want de markt weet niet alles in te prijzen. Ja. Dus behalve de arbeidskwanta kun je dus de bijvoorbeeld duurzaamheidsberekeningen maken. En zo tot een prijsstelling komen. Dat zijn wel alternatieve theorieën. Ja. En daarvan zou je toch wel kunnen zeggen van, nou, ze kloppen misschien niet, maar normatief zouden ze wel eens een spiegel kunnen vormen. Ja. Dus als ambtenaren zien van, hey, deze jongen weet een transactie te boeken en die krijgt 9 miljoen om dit te fixen in een half jaar, daar klopt iets niet, zeg maar. Dan zou je wel jeuk moeten krijgen. Ja. Ja. Nou ja, dus daar zijn vanuit het besef dat talent en geld wel iets met elkaar te maken hebben, maar dat we niet allemaal een Ronaldo zijn of een Frenkie de Jong. Twee dingen daar dan nog. Eén ding is, ik ben helemaal niet tegen bepaalde dingen buiten de markt omregelen, maar zeg dan niet dat het een markt is. Want dan, dat is mijn punt een beetje. We roepen de hele tijd, we leven in een marktsamenleving, maar we leven eigenlijk niet in een marktsamenleving. Ja. Dus dat is, en als er dan winst gemaakt wordt, dan zegt men van, ja, maar dit was de markt. En als er dan verlies gemaakt wordt, dan zeg maar, ja, we zijn geen markt. Dus dat is mijn probleem. En ander is wat ik zou willen zeggen, er zijn best wel filosofen, maar ook managers geweest, die hebben gezegd, en dat vond ik eigenlijk wel een aardig principe, ik kan even zijn, dat is een management guru op wiens naam ik nu niet kan komen, het begint met een D, dat weet ik wel. In ieder geval, die heeft gezegd, winst moet uitlegbaar zijn. Winst die je maakt, daarvan moet je kunnen zeggen van, nou ja, ik heb zoveel nodig voor de investeringen, ik heb zoveel nodig voor mijn afschrijving, ik heb zoveel nodig voor, en dat is het. En dan zie je dus dat lukt dus de farmaceutische industrie bijvoorbeeld niet, vind ik. Nou, maar dat kan je ook wel. Dat is ook wel betwistbaar. De farmaceutische industrie zorgt ook voor echt gigantische investeringen in onderzoek, wat echt extreem duur is. Dus zelfs, dat is waar. Ze hebben wel kosten. Het is echt een rijke bron, hoor, voor enorm veel interessante ethische dilemma's. Maar, nou, zeker rond corona. Ja. Zij profiteren natuurlijk enorm van die cyclus van boosters en sowieso om allerlei medicijnen te lanceren die nog niet zijn uitgetest. Maar ook dat kan je natuurlijk ook zeggen. De grootste bedrijven zijn van de wereld zijn farmaconcerns. Hè? Dat is niet voor niks. Er worden enorme winsten geboekt. Ja, en ook daar kan je zeggen, de reden daarvoor is omdat het helemaal niet zo'n markt is. Het is niet echt een markt zoals... Er zijn te veel monopolies. Ja, in ieder geval, maar het is ingebouwde monopolies. Dat is het systeem. Je krijgt een monopolie zodra je het... Het voorrecht hebt om iets te gaan maken. Ja. 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 Maar dat zijn de grote vragen. Die schijnen wel als een licht door het boek heen. Maar heel veel dilemma's zijn klein. Hè? Dus we gaan over
En dat is denk ik ook goed, wil ik ook graag even opmerken. Veel studenten hebben wel het beeld dat ze later bij ASML CEO worden. En dan gun ik ze ook dat beeld. En ze vergaderingen gaan leiden met 20 mensen. Maar ze moeten natuurlijk eerst nog heel lang gewoon hand- en spandienst verrichten. En gewoon zaken doen en in ketens zitten. En je moet, voordat je boven komt drijven en grote beslissingen gaat maken over Amazon, ben je wel 30 jaar verder. Dus daarom vond ik het wel leuk dat jullie vaak concrete dilemma's aanhalen. Ook omdat dat, ja, dat is de werkelijkheid dan, om het kant te spreken. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Even kijken wat nog een leuk thema is. Waar ik ook wel over na heb gedacht, en jullie ook, het relativisme. Omdat je toch met dit soort dingen dus ook het gevoel kunt krijgen, oké, leuk Jelle, nu weten we ook dat we over de rechtvaardige prijs kunnen nadenken vanuit Marx. En deze professor die zegt eigenlijk, het is een schijnmarkt en ben het met allebei op een bepaalde manier wel eens. Maar misschien is er nog wel een derde theorie. Ja. En ja, wat blijft er nou eigenlijk overeind? Dus kunnen we eens gewoon vanuit de kern, misschien moeten we dan zelf bij het vrijheidsprobleem beginnen, maar misschien kan jij even de beginredenering opzetten. Wat is het relativisme? En wat zijn de haken en ogen eraan? Waarom is het zo aantrekkelijk? Ja. En vast een voorschot van wat nou de tegenargumenten zijn. Ja, dus het relativisme stelt dat ethische oordelen misschien wel waar of onwaar kunnen zijn, maar alleen maar waar of onwaar kunnen zijn binnen een bepaalde referentiekader. En meest voorkomende vorm is het cultuurrelativisme. Maar je ziet dit veel bij studenten eigenlijk als, bij heel veel mensen als ze geconfronteerd worden met een ethisch oordeel. Van, wat Siewert van Linde heeft gedaan, dat kan niet. Dat is iemand, oké, dat vind jij. Of dat is misschien, dat kan je niet. Dus dat is moreel gezien problematisch vanuit het perspectief van een ethiek professor. Of is het ethisch problematisch vanuit, vanuit wat de gemiddelde Nederlander van denkt. Of zoiets dergelijks. En het lastige daarvan is, als dat waar zou zijn, dan is dat eigenlijk een ondermijning van voor elk filosofisch gesprek. Want je kunt wel een gesprek gaan voeren inderdaad over, oké, wat vinden we nou, wat voor redelijke oordelen zitten er in zo'n casus als die van Siewert van Linde. Maar uiteindelijk kan er iemand zeggen, dat vind jij, jij vindt misschien dat waar, of binnen jouw referentiekader zijn sommige dingen waar, maar binnen mijn referentiekader is dat misschien wel weer anders. En uiteindelijk loopt elke discussie dan vervolgens stuk op een soort van, dat vind jij, maar ik vind iets anders. Ja, en het probleem daarbij is, nog als ik mag toevoegen, dan ga ik naar jou. Als ik praat met studenten, dan valt me wel eens op dat er toch behoorlijk veel mensen zijn die zeggen, die Siewert heeft toch gewoon slim gedaan? Hij is alleen genaaid. Hij gepakt. Had ze niet moeten laten pakken. Ik heb best wel wat respect voor hem. Ja. Die afwijzing, dat is wel weer het niveau van de krant en de televisie. Ik denk dat veel mensen veel meer Instagrammable denken van, hetzelfde geldt als wie wil dat nou niet miljonair worden? Mensen begrijpen het ergens ook wel. Dus het relativisme is niet alleen maar subjectief. Je hebt ook gewoon een heel deel van onze maatschappij dat van redelijk asociaal naar dit soort dingen kijkt. Vanuit de ethiek geredeneerd. Ja. Echt asociaal. Dus niet wil accepteren dat soort rollen bestaan. En die morele zeden ook niet meer deelt. En er zijn allerlei oorzaken voor te geven dat zo is. En zo ver heeft kunnen komen. Maar ben je daar ook mee eens? Dat je denkt van, dat, ja, dus als dat, iemand, dat, zei, als dus iemand zegt, er kunnen hele groepen zijn die het er niet mee eens zijn. Is iemand die zegt van, iemand heeft het slim gedaan? Is dat dan iemand die ook zegt van, is dat een relativistisch oordeel, denk je? Of is dat meer? Of ja, die zegt namelijk van, jij bent er kritisch over. Maar dat is toch een goede poging van hem. Ik wil ook graag rijk worden. En, dus ik snap wel dat jij, het is niet zo netjes, maar om nou te zeggen dat hij fout is. Ik vind dat een beetje streng, ja. Die relativeren gewoon dat jij dat zo veroordeelt. Ja. En die zeggen, dat vind jij vanuit de ethiek geredeneerd. Maar wat is nou de plaats van de ethiek in de wereld? Ja, nee, exact. Als je dat erbij komt, dat stukje van, maar dat vind jij. En dat, ik kan dat simpelweg wegvijven, want ik vind iets anders. Of ik denk iets anders. Dan heb je een relativistisch oordeel. En dan wordt het heel lastig. En je hebt er wel een rationeel antwoord op. En dat geven we ook in het boek. Want je spreekt jezelf in een no-time tegen. Dus als iemand van jij steelt, dan zeg je niet van, dat heb jij slim gedaan. Slim, dat mijn fiets stond niet vast, dus je hebt hem meegenomen. Handig van je. Dat soort dingen zeggen mensen nooit. Dus zodra ze het zichzelf aangaan, zijn mensen eigenlijk bijna nooit meer relativist. Zodra mensen maken, ook zelfs als ze dingen zeggen, zoals we moeten, en dit is een voorbeeld van Wim hoor, maar als mensen cultuurrelativistische oordelen maken, zoals we moeten ook begrijpen,
in Afghanistan hebben mensen andere normen en waarden. En dat de Taliban daar regels naast heeft die wij niet accepteren, dat moeten we zo zien. Dat is op zichzelf natuurlijk ook weer een oordeel. Dat is een moreel oordeel. Dus, ja, ja. Als je zegt, dus op zichzelf, inhoudelijk is het vaak niet echt houdbaar. Nou, Donaldson, de bedrijfsethicus, jij kent hem vast. Die heeft dus geschreven, het is een complexe redenering, dus ik vereenvoudig hem. Maar bij het internationaal zaken doen, wanneer je de zaken doet in het land waar de normen heel veel lager zijn. Dus bijvoorbeeld wordt gif nog in de gangers gedumpt of zo. Dan mag je niet zeggen van die normen die gelden daar en ja, wij kunnen hen niet gaan uitleggen hoe het moet. Dat zou alleen maar zo zijn, zegt hij, wanneer het land even rijk is. Dan complexe definitie van rijkdom, laten we hem even een beetje eenvoudig houden. Dus ongeveer hetzelfde bruto nationaal product. Want dan weet je dus dat ze ook vol overtuiging hadden kiezen voor een andere opvatting van leven met de natuur. Ja. En daarmee zegt hij eigenlijk van het idee van when in Rome, do as the Romans do. Dat gaat niet op. Je moet eigenlijk je eigen moraliteit mee exporteren of importeren. Tenzij het een rijk land is. Dan gaat cultuurrelativisme gelden. Nou, in een notendop even de redenering, maar ik heb hem altijd wel charmant gevonden. Dus omdat er natuurlijk er zit wat in dat bij een rijk land kunnen de normenverschillen zijn. Je komt wel enorm in de problemen als je het hebt over het WK in Qatar of zo. Maar dan gaat het ook weer om hoe is rijkdom gedistribueerd. Ja. En daarom zijn veel ethici dus inmiddels ook van mening dat er gewoon internationale afspraken zijn voor het omgaan met de natuur. En dat je daar moet houden. Ja. En dat je niet te veel, überhaupt niet, waar je ook bent, moet buigen voor lokale normen. Maar dat even tussendoor, had ik even als associatie op jou van ja, hoe kijk je nou vanuit de bedrijfsethiek ook naar internationaal zaken doen? En we zijn in Nederland natuurlijk super goed in internationaal zaken doen. Dus ik krijg deze vraag nog wel eens uit de praktijk van ja, wij werken in China samen. Die Oeigoeren zijn zeker bij ons betrokken. Wat nu? Ja. Wim, jouw gedachten. Ook misschien hierover. Ook over internationaal zaken doen. En het relativisme. Ja. Ik zat nog een beetje met je andere vraag. Maar in de internationale zaken doen en relativisme, daar halen mensen vaak twee dingen of twee soorten van beweringen door elkaar. Men zegt dan van, bijvoorbeeld van ja, zeg, er gelden daar andere normen. En de suggestie die erbij komt is, en dus moet ik me daaraan houden. Maar men vergeet te bedenken. Dus de suggestie wordt altijd, ja, ze hebben daar een cultuur, hebben we hier een cultuur. Ja, en hoe moet je daarmee omgaan? Maar cultuurrelativisme zelf, namelijk als een moreel principe, namelijk dat je andere culturen hebt te respecteren, dat is een principe van ons. Dat is niet per se een principe van die andere cultuur. Dus het hele idee dat dit een intercultureel vraagstuk is, is een misvatting. Je hebt namelijk, het is een intracultureel vraagstuk. Het is namelijk, wij hebben de morele regel, je moet respect hebben voor andere mensen, voor andere culturen. En dat betekent dat als jij andere mensen tegenkomt, die andere normen hebben, dat botst. Niet als intercultureel vraagstuk, maar simpelweg als intracultureel vraagstuk. Dus het hele idee dat dat iets te maken zou hebben met relativisme, dat werp ik wel een beetje weg. Dan zeg ik, nee, dit is gewoon een intracultureel vraagstuk. Dat kan zich ook voordoen als ik naar mijn buurman ga en die buurman die heeft een hele andere normen. Dan is sowieso de vraag, hoe ga ik daarmee om? Dat is een intracultureel vraagstuk. Ja, even terug naar, dank voor de verheldering. Het vraagstuk over relativisme, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ik zeg het ook, omdat het dus... Ik denk dat het meest serieuze probleem in het boek is. En ook vanuit het publiek geredeneerd. Dus de meeste mensen die wij college geven, die zullen denken van oké, weer een perspectief op de wereld. Een aantal dingen daarover. Jouw voorbeeld over mensen die zeggen, zie het slim gedaan, wil ik even buiten haakjes stellen. Want dat is namelijk zelf een absoluut oordeel. Dus dat is geen relativisme. Pas als je zegt, en dat is jouw perspectief, dat zei Willem ook, dan wordt het relativisme. Dus of ze nou toespitsen op het relativisme, dat is wat mij betreft heel belangrijk. Maar dat word ik wel heel kantiaans natuurlijk, misschien tot vervelings toe. Maar wat je ziet bij het relativisme opduiken is Kant's belangrijke stelling, dat mensen de moraliteit niet alleen ervan houden, maar dat ze hem ook haten. En de manier waarop wij laten zien in onze huidige tijdsgewicht dat wij de moraliteit ook haten, is door aan te geven dat hij relatief is. Want daardoor kan hij niet bij ons komen. Want zo gauw jij zegt, ja, ik heb hier iets mee te maken. Ja, dan wordt het vervelend, want dan gaat de moraliteit plotseling eisen aan jou stellen.
Dat hele debat over relativisme is niks anders, eigenlijk voor een groot deel niks anders dan een muur die je lekker tussen jou en de moraliteit kan zeggen. En zeggen, ja, het heeft lekker niks met mij te maken, want alles is relatief. Dus je houdt op afstand, je laat het niet binnenkomen. Ja. Dat is, dus ik zou, ja, er wordt haast psychologiseren van het relativisme. Nee, maar dat doet Kant die heeft toch ook die opmerking over het volgen van de zedenwet. Dat je doet het goede en dat moet eigenlijk ingaan tegen je behoeftes. Ja. Je kiest voor het volgen van het... ik vraag het aan jou, kans. Ja, dat is misschien te sterk en eenvoudig. Maar dat heeft hier ook mee te maken. Dus, dus kiezen voor het morele, dat heeft te maken met liefde en haat. Want wat je dus ook haat, is dus dat je iets in jezelf moet verlogen. Je moet iets opgeven. En dat haat je natuurlijk, want dat wil je niet. Ja. Je moet iets opgeven. Ja, dus er is een... In die zin is het moreel doet niet zoals bij Aristoteles... een ongecompliceerde uitoefening van je deugden. Nee. En het voortzetten van je levensstijl. Nee, de mens is een verscheurd wezen. Ja, de mens is altijd een innerlijk verscheurd wezen die altijd twee kanten op kan. En ik zou zeggen, het hele debat over relativisme is een hele belangrijke manier waarop wij eigenlijk ons proberen om daarbij weg te kijken. We zijn eigenlijk blij dat we raken de innerlijke verscheurdheid kwijt. Ja. Want we kunnen dan lekker doen wat we toch al wilden. En we hebben, want dat is het grap van het relativisme. Het relativisme presenteert zichzelf als een moreel argument. Ik mag lekker doen wat ik zelf wil, want alles is relatief. Dat is dus een moreel argument. Dus de hele constructie is eigenlijk contradictoir. Jij hebt niet het recht, jij hebt niet het morele recht om iets van mij te vinden. Want de moraliteit is relatief. Dus de moraliteit zou eigenlijk zichzelf opblazen. Ja, dan zie je al dat daar iets goed fout is. Ja, een mooie gedachtegang die je ontvouwt. En het zou ook terugverwijzend kunnen worden verbonden aan het mensbeeld. Je zou je dus eigenlijk terug moeten naar het idee van dat de mens persoon wordt. Nou, dat is even creatief op het moment hoor. Door ook te gaan zien dat hij zelf een verscheurd wezen is. Ja. We moeten gaan onder ogen gaan komen. Dat je dus jezelf, dat je dus voor hogere idealen moet kiezen, maar dat je ook dingen moet ontzeggen. Dat betekent dus dat je niet one of a kind bent. Nee. Ja, en dan moet je dus oefenen. Ja, een van de kernen. Als je dat niet oefent, dan krijg je dus een soort van behoeftebevredigingsopvatting van de mens. Ja. Dat de economen dus wel eens hebben. Ja. En dat is eigenlijk te weinig verscheurd. Kant formuleert dit heel erg. Maar ik denk ook, we kennen dit in ons alledaags leven denk ik ook wel. En dan noemen we dat eigenlijk gewoon volwassenheid. Dat je jezelf kan ontstijgen. Dat je niet alleen maar aan jezelf kan denkt. Maar dat je ook denkt, en dat zijn natuurlijk morele redenen. Dat je denkt, mijn gedrag heeft ook een effect op anderen. Maar dat is denk ik ook het argument van mensen van... Siebert van Lien heeft het ook wel slim gedaan. Dat is niet zo'n volwassen oordeel. Toch? En het probleem denk ik is wel met bedrijfseconomie... of economie misschien met het algemeen... is dat dat idee van uiteindelijk gaat het allemaal over je eigen behoeftes bevredigen... en behoorlijk cultiveert, behoorlijk in stand houdt eigenlijk. En dat sluit natuurlijk heel erg aan bij dat idee dat mensen soms hebben... van het gaat alleen maar over mezelf. Het werkt niet echt een bepaalde die morele volwassenheid in de hand. En dat maakt het soms uitdagend om bedrijfsethiek te doen. Ja, morele volwassenheid, een andere manier om het te benoemen. Ik merk dat mijn voorbeeld wel aanslaat van de verdedigers van Siebert. Dus ik dacht, als ik het nou eens in andere termen giet, hè, wat is jullie gedachtegang dan bij? Namelijk, stel dat we zeggen van dat is nou een typische verdediging van een economisch wereldbeeld. Dus dat je zegt van iemand die zegt, Siebert goed gedaan, dat is eigenlijk iemand, dat is gewoon een neoliberaal of dat is een economist. Die denkt, dus die heeft als mensbeeld van, ik heb gewoon preferenties en die wil ik bevredigen. Ja. En jij het andere. En dus die is niet per se relativistisch, maar die is dus economistisch. Ja. En ik zou wel graag willen horen hoe jij daarnaar kijkt. Te meer omdat ik wel durf te beweren dat heel veel economische theorie daar toch eigenlijk stiekem van uitgaat, vroeg of laat. Of dat ze zeggen van het kan natuurlijk ook ethisch zijn, maar dat het in de kern toch vaak neerkomt op simpele behoeftebevrediging. En dat hij dus ambitieuze behoeftes aan bevredigen is. Wat zeg je er nou ethisch tegenover? Hij is geen relativist, maar een economist. Ja, maar ik vind het economisme daar is op zekere zin ook best wel veel voor te zeggen. Of dat is inderdaad het neoliberalisme in zekere zin. Maar wat dat wel ook veronderstelt, en dat komt weer terug op het punt wat Wim eerder maakte, is dat je inderdaad situaties kan creëren waarin het bevredigen van je eigen behoeften uiteindelijk het beste is eigenlijk voor iedereen. En dat is namelijk volgens mij een van de redenen waarom mensen ook verdedigen, neoliberale ideeën verdedigen. Is dat ze uiteindelijk dat denken. Als komt een onzichtbare hand, dat als iedereen maar gewoon exact, zijn behoeftes bevredigt, komt het wel goed. Ja.
Maar dat is dus, dat werkt inderdaad zo in goed werkende markten. In de markt voor, ja, voor graan of zoiets eigenlijk. Grappig dat jullie zulke marktadepten zijn. Want ik zou zeggen, dat werkt helemaal niet in markten. Dus bijvoorbeeld het probleem van externaliteiten. Ja, nee, maar dat ben ik ook wel met je eens. Als iedereen zijn behoefte niet vergeet, dan kun je dus kun je dus roofbouw plegen op de maatschappij of natuur bijvoorbeeld. Ja, maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik ben het met je eens dat het economistische wereldbeeld werkt, zeg maar, conditioneel op het feit dat er perfecte markten zijn. Maar die bestaan helemaal niet. En dat roept natuurlijk al deze vragen op. Dus volgens mij het economistische wereldbeeld, of morele filosofie of zoiets dergelijks, is niet echt stabiel. Want zodra je inderdaad gaat zeggen van, oh ja, nee, maar we moeten gewoon allemaal onze eigen behoeftes bevredigen, en dan leidt het uiteindelijk tot de beste uitkomst. Ja, dat werkt in een droomwereld die niet echt bestaat. Wim, ik hoorde jou nog even aarzelen. Nou ja, nee, ik zou eraan, om het eigenlijk misschien op een andere manier uit te leggen als Willem heeft gedaan. Dus er is een filosoof als Butler, die zegt eigenlijk, ja, al die filosofen die zeggen dat je ethiek, dat tegenover zelfinteresse staat, daar moet hij niks van hebben. Hij zegt, iedereen moet zoveel mogelijk zijn zelfinteresse navolgen. Maar, zegt hij, je kan je zelfinteresse op je eigen belang op allerlei manieren navolgen. Je kan het op een niet-rationele manier doen en je kan het op een rationele manier doen. En wat je doet als je het op een niet-rationele manier navolgt, dan volg je bijvoorbeeld je passie. Je bent iemand die van jezelf heel woedend is en heel snel in woede ontbrandt. Dan denk je dat jouw eigen belang is je woede volgen. Dus eigenlijk, wat Butler eigenlijk zegt is, het goede leven bereik je eigenlijk alleen als je je rationele eigen belang volgt. Dat betekent eigenlijk je gedisciplineerde eigen belang. Dus de contradictie die een beetje getrokken wordt tussen enerzijds de mens die zomaar zijn behoeftes volgt en anderzijds de mens die zichzelf disciplineert om het op een andere manier te doen, die contradictie bestaat eigenlijk bijvoorbeeld bij een filosoof als Butler niet. Want hij zegt, ja, ook als jij je eigen belang op een goede manier wilt volgen, disciplineer je jezelf ook. Ja, maar er zit toch ook het puntje van, Willem speelt hier natuurlijk nog wel, want je kunt natuurlijk wel onvolwassen blijven. Hè? Dus dan ben je bezig met je welbegrepen eigenbelang. Je doet ook alles een beetje volgens de boeken en je hebt je deugdpuntjes. Maar ondertussen ben je gewoon keihard aan het verdienen over de ruggen van anderen. Dat blijft toch een hele grote optie. Je ziet hele sectoren die zo draaien, zou ik bijna zeggen. Dus, ja, nou, in een filosofie zoals Butler, die zou, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar in een filosofie zoals Butler, die zegt, nou, dat soort mensen, die denken zichzelf wellicht helemaal te kunnen compartimentaliseren. Hè? Dat ze dus de keiharde zakenman zijn in het zakenleven, maar thuis zijn ze de leuke vader en de liefhebbende echtgenoot, en daarnaast hebben ze ook nog een heel goed sociaal leven. En hij zal zeggen, ja, dat werkt toch eigenlijk niet op die manier. Dus je kan je wel die hele harde zaken, maar uiteindelijk heb je dan geen goed leven. Je hebt al een heleboel geld misschien, als je geluk hebt. Meestal waarschijnlijk niet, maar als je, uiteindelijk word je daar niet gelukkig van. Als je goed nadenkt, stel je de vraag, wat zijn de belangrijkste zaken op de wereld? En die hebben heel veel belangrijke zaken. Hebben maar ten dele met geld te maken. Sommigen hebben trouwens helemaal niks met geld te maken. Ja, ik zou wel zo ver willen gaan dat je dus je kunt juist wel gelukkig worden dan. Geluk is gewoon een hele dunne term. Wat je niet kunt nastreven is het goede leven. Maar gelukservaring kun je wel hebben. Gelukservaring. Dat is het probleem. Dus die rijke, gelukkige mensen dus niet inzien dat ze, dat ze geen gecultiveerd leven leiden. Ja. Ik denk zelfs ook dat een goed leven dus ook in grote belangrijke stadia ongelukkig is. Ja, dat is ook trouwens wat Aristoteles zegt, hè? In zijn boek Ethica Nicomachea. Dan zegt hij ook de eudaimonia. Dat betekent zowel excellentie als goed leven, als gelukkig eigenlijk. Ja. Dat is een zware term dus. En in die eudaimonese ethiek is het zo. Ja, je kunt sowieso pas rond je 40ste gelukkig worden. Ja. En ja, als je geen aanzienrijke plek hebt in de wereld, dan wordt het ook ingewikkeld. Ja. Er zijn allerlei condities nodig. Ja. En dan is pas. En met al het andere geluk zegt hij, plezierig, maar dat is niet de eudaimonia. Ja. En er zit wel een kern van waarheid in, dat je die voor jezelf moet. Het is natuurlijk, die leeftijd klopt niet meer, want we leven nu in een wereld waar je anders dan in de tijd van Aristoteles, het oude Athene, 4e eeuw voor Christus, nu is er een wereld met onderwijs, met snelwegen, met modernisering, waar heel veel dingen, condities aanwezig zijn, waardoor je op veel vroegere leeftijd en met veel minder middelen eudaimonia kunt cultiveren. Maar het blijft
iets wat veel moeilijker is dan gewoon eenvoudigweg geluk in de zin van ik voel me lekker, subjectief welbevinden. Kant die zegt het zo, het streven naar geluk laat altijd een groter gat na achter dan dat het vult. Dus, en daarom is het streven naar geluk op zichzelf een vrij domme levensstrategie. Wat je wel kan doen is streven naar het analogon van geluk en dat noemt hij zelftevredenheid. En zelftevredenheid is tevreden zijn met een zelfgekozen waardig pad. Het is de tevredenheid die volgt op een morele levenswijze. Oh, mooi verwoord. En die is veel stabieler inderdaad. Ja. En waar komt deze gedachtegang voor? Dat moet de tweede kritiek zijn, ik denk het tweede hoofdstuk. Kritiek de Sanctae Practitioner vernoemd. Ja, in het tweede hoofdstuk over subjectieve begrip van moraal. Ja. Ja, dat is ook wel een belangrijk thema, omdat veel mensen natuurlijk helemaal geen zelftevredenheid meer hebben. Dus enerzijds is een groep met heel veel tevredenheid, maar er is ook een grote groep, zeker de mensen die proberen er wat beters van te maken, die het ook moeilijk vinden om zelftevreden te zijn. En daardoor twijfelen, burn-out worden, stress krijgen. Dus het is een belangrijk thema. Daarom vraag ik even, dan ga ik wel even nog... Ja, het is maar een paar regeltjes, hè? het hangt niet samen met een... Het hangt helemaal samen met zijn... maar dat die specifieke passage over zelftevredenheid is vrij kort, maar... Wil je die passage goed begrijpen, dan moet je het inderdaad hele boek erom even omheen lezen. Ja, nou ja, ik heb wel wat kant gelezen, dus dat gaat wel lukken. Wil jij nog wat toevoegen hieraan? Ja, sorry. Ik wel denk, jullie waren met elkaar oneens over Butler en Aristoteles, maar wat ik wel denk, en op zich is daar Siewert ook alweer, Fiat van Lied ook alweer een mooi voorbeeld van, is dat over het algemeen het idee dat je vrij amoreel je eigen belang nastreeft, dat het ook daadwerkelijk vrij succesvol is, blijkt gewoon niet zo waar te zijn. Toch? Ja, in ieder geval Siewert van Linden is niet echt heel erg succesvol geweest in het nastreven van zijn eigen belang. En misschien komt dat natuurlijk... Het is ontdekt wat hij heeft gedaan en het is uitgekomen. En het is een soort Icarus. Hè? Hij steeg heel hoog, hij is nog steeds heel rijk, maar hij valt nou zijn huis uit, zijn bezittingen vallen van hem af. Ja, maar dus uiteindelijk komt hij hier natuurlijk... Maar over het algemeen is hebzucht niet echt een manier om heel gelukkig te worden. Dus wat dat betreft is het wel een... Ja, ook niet smal geluk, bedoel je? Nou ja, geluk in de manier dat het in een moreel relevante zin. Of in de prudent. Ja, of als je iets, dat het iets is wat je daadwerkelijk zou willen hebben. Daar is Siewert wel denk ik niet zo heel erg succesvol in geweest. Nee, maar ja, dat is wel vanuit jou geredeneerd. Dus ik vraag me af of de kleine Sieberts die het hiermee eens zijn. Maar gaat er ook verder niet om dat we daar dat wij de consensus over vinden. Maar het zijn verschillende posities van kijken naar het goede leven die vrij dominant zijn. Dus er zijn de relativisten, maar je hebt ook de economisten. En ik denk dat ze een sociologisch feit zijn. Ondanks hun inconsistenties. Ja. En ze zitten in die collegezaal waar jij straks dit boek voor gaat uitleggen. Nee, dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar er zijn natuurlijk ook, ben ik benieuwd naar hoe jullie daarnaar kijken. Je hebt ook de wokies en de principiëlen, ook trouwens aan conservatieve zijde. Een hele grote groep in Nederland nu van mensen die juist zeggen van het is veel te weinig, het moet allemaal beter. Hè? Dus die zijn ontevreden met de moraal. Die zeggen eigenlijk van het kan idealistischer. Wat is eigenlijk jullie perspectief daarop? Omdat het ook mensen zijn die vaak natuurlijk in grote spanning leven tot het bedrijfsleven. Zeg ik dit, bijvoorbeeld Extinction Rebellion aanhanger of een stemmer op Forum voor Democratie of iemand die kritiek heeft op het klimaat. Dat zijn toch ook, die zeggen eigenlijk van ja, die kunnen zich niet vinden in die moraal, maar niet omdat ze niet relativistisch zijn. Maar het is niet genoeg of het gaat de verkeerde moraal. Ja, nee, ja. Die zullen ook wel in jouw collegezaal straks zitten. Ja, nee, wat misschien een van de dingen die ik daar sowieso over kan zeggen, en dat gaat weer een beetje terug over je vorige punten, maar ik merk dat het in zoverre dat economistische beeld daadwerkelijk bestaat bij studenten, dus dat bestaat wel zeker, maar bestaat dat vaak wel in een bepaalde zin dat het samengaat met een heel erg sterk, ook eigenlijk een vorm van idealisme, namelijk met het idee dat zij denken dat zij het nieuwe idee kunnen bedenken en daar heel succesvol mee kunnen worden. Wat het duurzaamheidsprobleem gaat oplossen. Daar zijn ze echt heel erg veel mee bezig. Maar of andere problemen. Maar het zijn behoorlijk, idealistisch ingegeven economisten, moet ik al zeggen. En ik denk wel dat vaak, over het algemeen, als je na gaat denken over de moraliteit, dat je dan kritischer gaat worden op het concept van het algemeen geaccepteerde idee van moraliteit dat mensen hebben. En ik denk dat het er vaak uit volgt dat als je er wat meer mee bezig gaat houden, dat je dan inderdaad op heel veel
alledaagse morele oordelen die mensen hebben, wat kritischer bent. Dat je denkt, oh ja, eigenlijk doen we veel te... dierethiek, om iets te noemen. Maar ook bijvoorbeeld armoedebestrijding. Ik denk dat jij, als het gaat over wokisme, het veel hebt over acceptatie van minderheden. En dat zijn allemaal, denk ik, ja, gebieden. En ik denk op heel veel manieren inderdaad... dat. Dus als we het concreet maken, dus er zijn nog steeds armen in Nederland. De groep groeit, er wordt te weinig aan gedaan. Ja, we maken... Er zijn minderheden die het niet hun plek hebben. Er zijn, wat noem je als derde? Dierenrechten. Ja, miljoenen dieren die we elk jaar doodmaken, ja. Ja, inderdaad. Dus, en dat zijn allemaal dingen die je ontdekt, denk ik, als je eens gaat kijken... wat kritischer gaat kijken naar onze morele oordelen. Van waarom tolereren we dat eigenlijk nog? Ja, dat is denk ik wel best een goede vraag die je kan gaan stellen als je hier over nadenkt. Wim, ik denk ook een beetje aan jouw paper over pure puriteinen. Ja. Ik heb een keer een paper van jou gelezen, dat ging daarover. Hè? Van ja, wat moeten we nou met de moreel zuiveren? Hè? En met de eis van morele zuiverheid. Het raakt hier ook een beetje aan. Hè? Dat sommige mensen zeggen, nou, zeker die bedrijfsethici, die doen we heel veel water bij de wijn. En dan kijk, durf jij een wat kritischer oordeel te vellen over deze pure positie? Of zeg jij van, nou, ik denk toch ook vaak, mag wel een tandje bij? Het is moeilijk, er zijn veel vragen tegelijkertijd. ik ga kijken of ik ga een aantal... Als het gaat over dat pure, dat een van de grote problemen, van de ethiek tegenwoordig is enerzijds de relativisten. En anderzijds het pure denken, dat hoort bij elkaar. Want de relativist, die een van de strategieën van de relativist is om te zeggen, ja, maar dat is toch niet echt moreel. Want kijk, om zo gauw een bedrijf het goed doet, dan wordt er gezegd van, ja, maar dat deden ze in eigen belang. Dus een van de strategieën die mensen willen, bedrijfsethiek, de mensen die in de klas zitten, trouwens 80% van de mensen, die vindt het gewoon super belangrijk. En er zit altijd, maar het probleem is, de discussie wordt heel snel beheerst door een aantal mensen die kritische vragen stelt. Vaak ook terecht, want mensen denken vaak ook, ik ben de eerste die dit brengt, maar dit zijn gewoon culturele patronen. Zo komt de moraliteit in onze cultuur tot ons. Dus het is voor ons als bedrijfsethici de taak om die discussies aan te gaan. Maar een van de manieren waarop de moraliteit wordt ondergraven is om alles wat er gebeurt, om daarvan te zeggen, dat is niet echt. Dat is niet echt, want dat is winst. En het is heel belangrijk dat je daar als ethicus tegen zegt, luister, dat gaat niet aan. Hè? Dat pure toont zich nooit als het pure. Dus je moet altijd een analogon of een afgeleide van wat goed genoeg is bedenken. Hm. Want het pure presenteert zich nooit. Er is altijd wel een... Een perspectief te bedenken waaruit dit te linken valt aan je eigen belang. En als je dan meteen zegt dat het daarmee niet goed is, dan vernietig je eigenlijk de moraal. Het is weer een heel Kantiaans verhaal. Nee, maar ik vind het een mooi verhaal. En ik dat goed genoeg. Het doet me denken aan een stuk wat ik hier las. Ik dacht van een pedagoog, maar ik kan me vergissen. Die had het over de good enough mother. Ja. En het idee was daarbij van veel moeders die worstelen met perfectionisme. Ja. Ik zie dat ook wel om me heen. En vaders hebben het ook, dus laten we dat nou eens een keer ook als mannen interpreteren. De good enough, de goed genoeg vader. Ja. En dat betekent dus inderdaad dat je dus niet altijd met je kinderen spelletjes gaat zitten doen of zo. En dan als je dan even zelf voor jezelf de krant leest, dat je je schuldig voelt. Nee, je moet ze aan de gang helpen, spelletjes met ze spelen. Tuurlijk, dat stimuleren, zeker als het nodig is. Ja. Maar goed is goed genoeg. Ja. Je hebt ook een Frans spreekwoord. Le mieux, c'est l'ennemi de bien. Heet het, is het? Even kijken of ik het nou goed onthouden heb. Het perfecte is de vijand van het goede. En heeft hij iets mee te maken. Dus ja, zeker. Het pure is ook een probleem van het goede doen. Ja. En het goede doen betekent ook dat je zegt van, ja, het schijnt er doorheen. Ja, het is inderdaad niet perfect. Nee. Ik zou het liever wel zo hebben. Maar dat heeft dus als probleem dat je dus met een psychologische last te zitten komt. Ja. 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 En die relatie tussen ethische overwegingen en eigenbelang is best wel ingewikkeld. Want een van de problemen is dat mensen soms denken, Oké, de ethiek, wat zit er voor mij in? En dat is een vervelende manier van denken, want dan ben je eigenlijk helemaal niet meer ethisch bezig, dan ben je bezig met marketing eigenlijk. En anderzijds is het probleem dat mensen, zodra ze inderdaad maar een klein beetje eigenbelang detecteren, dat ze dan denken, dat is eigenlijk niet zo moreel. Dat zit bijvoorbeeld heel erg erin, in dat wat Wim zei, dat zodra een bedrijf iets doet,
dat een cynisch persoon altijd zegt, oh, ja, dat is, maar dat is eigenlijk gewoon omdat ze meer winst willen maken. Eigenlijk een schaamte. Ja, precies. Alleen maar om te legitimeren dat ze eigenlijk veel winst maken. Ja. Ja. En als je zo'n houding, dat is wel een beetje giftig eigenlijk, want dat zorgt ervoor, met heel veel bedrijven best wel goede dingen doen. Ze kunnen eigenlijk niet anders dan tenminste een klein beetje ook geven om hun eigen winst. Anders kan je als bedrijf helemaal niet doorbestaan. Ja, je bent wel een heel erg optimist. Kant zegt hierover, maar dan heeft hij het niet over grote bedrijven hoor. Maar dan heeft hij het meer over het alledaagse leven. Die had je toen nog niet. Nee, maar hij heeft het over de mensen in het dagelijks leven. Ja. Die voortdurend op zoek zijn naar... die zeggen dat deze mensen denken dat ze de grootste hoeders van de moraliteit zijn. Door altijd het impure aan te wijzen. Maar het effect van deze zogenaamde beschermers van de moraal is dat ze de moraliteit ondermijnen. Want het is dan nergens meer te zien. En de moraliteit moet kunnen worden getoond. In de praktijk. Als de moraliteit zich niet meer kan tonen in de werkelijkheid, dan is het weg. En het toont zich natuurlijk ook. Ik bedoel, daar begin ik ook. Dus het beste wat je ook tegen een relativist of een cynicus kan zeggen is: mensen, kijk om je heen. Kijk hoe Nederland is georganiseerd. Iedereen komt. Wij kwamen hier deze zaal binnen. We gingen gewoon netjes zitten. We sloegen elkaar de hoofd niet in. Ik ben hier naartoe gereden. Ik heb geen verkeersovertredingen gezien. Niet gepleegd. Ik heb niks. Iedereen leeft hier gewoon. Vanuit gewoontes, dus eigenlijk met het oog op het goede. Ja, dus heel veel dingen gaan ook heel erg goed. Ja. Ook moreel gesproken. Ja. Moreel gesproken is dit een tamelijk goed gelukte. Dus heel veel mis. Ja. Ook heel veel. Wel in het alledaagse leven ook heel veel wel gelukt. Ja. En dat is terugkomend op jouw vraag rondom dingen. Dan zou ik zeggen, ja, wat is moraliteit? Moraliteit zit vol met gekke paradoxen. Dus aan de ene kant kun je ook weer zeggen, het is een super conservatieve kracht. En dat frustreert natuurlijk de mensen die woke willen zijn. En die zeggen, maatschappelijke verandering is. Maar de moraliteit vermengt zich met het recht en met de conventies en al die dingen meer. En is als zodanig heel conservatief. Tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook altijd een ideaal. Daar moeten we naartoe. En dat is heel progressief. En dat inherent aan de moraliteit, dat het die spanning heeft. Ja, dat zou ik willen zeggen aan de mensen die woke zijn. Ja, je hebt volkomen gelijk, maar je moet wel oog hebben voor het feit dat de moraliteit die dubbelwerking heeft. Ja. Een laatste kritische vraag. Jullie zeggen van het is bedrijfsethiek, het is geen marktethiek. Ja. Het is dus eigenlijk geen politieke theorie. Ik heb zelf in mijn stuk over belastingontwijking wel geprobeerd te zeggen van ja, een hele business kan toch corrupt worden en ondertussen aan alle morele eisen voldoen. Bijvoorbeeld dus wat ik noemde de wealth defense industry, die accountants en advocaten die zich volledig richten op het helpen van bedrijven om zo min mogelijk belasting te betalen. Ja. Nu denk ik, het is ook niet zo dat je moreel beter wordt als je zoveel mogelijk belasting betaalt. En dat is helemaal niet mijn impliciete aanname. Dat zeg ik helemaal niet. Maar andersom, een hele industrie die gericht is om mensen zo min mogelijk belasting te laten betalen. Ja, dan denk ik toch ook wel van ja, hoe kan het bestaan? Hè? En dan kom je eigenlijk dus ook aan de grenzen van de bedrijfsethiek. Want het gaat niet meer echt over menselijke relaties. En je hebt het echt over een systeemprobleem. Ja. Maar dan moeten we ook oog voor blijven houden. Hadden jullie ook dat gevoel dat het stuk van mij in die zin aan de grenzen van het bedrijf zit, die raakt maar wel, dat eigenlijk er wel toch nog in hoort, omdat je zegt, ja, je moet, kijk, die mensen die in de bedrijven werken, die moeten het ook onder ogen gaan komen. En volgens mij voelen die dat ook wel aan. Op de een of andere manier wil dat wel eens van de radar verdwijnen, omdat je toch zegt van ja, maar het is toch een hele sector en ze hebben al goede intenties en ze hebben klanten. En... Ja, eigenlijk is mijn antwoord nee. Want de reden daarvoor is dat ik denk, eigenlijk is het voor mijn gevoel zo bij bijna elk probleem in de bedrijfsethiek. Dat je ook zou kunnen zeggen van ja, maar als het nou gewoon beter geregeld werd door overheden, dan bestond dit probleem helemaal niet. En dat is bijvoorbeeld bij duurzaamheid zo, weet je wel. Waarom is er nog steeds geen handel in, waarom zijn er nog steeds niet, geen markt in CO2-rechten? Economen zeggen dat superbelangrijk is om het probleem op te lossen. En als het wel er zou zijn, dan zou het hele duurzaamheidsprobleem in ieder geval enorm veranderen vanuit een ethisch perspectief. En voor mijn gevoel is dat dus denk ik bijna altijd, als bedrijf ben je altijd, werk je altijd in een markt. En heb je altijd te maken met regulering en een overheid. Ja. En volgens mij gaat het bedrijf zit ik bijna altijd over die vragen. Want er zijn problemen in deze context. Er zijn problemen in de markt. Er zijn problemen in de institutie waarin je opereert. Het probleem hoe verhoud je daar als individu, als klein bedrijf of als groot bedrijf? Daar. Het probleem hier van de redenatie snap ik helemaal, is maar dat de overheid heeft grenzen.
Dat is waar, ja. Nou, dus dat zie je bij belastingontwijking heel erg, dat bedrijven en overheden met elkaar in een concurrentie verwikkeld zijn om zoveel mogelijk bedrijven naar het land te halen of als bedrijf zo min mogelijk belasting te betalen en elkaar tegen elkaar uitspelen. En een overheid bestaat eigenlijk niet boven het niveau van landen. Je hebt wel natuurlijk afspraken, je hebt een aantal federale staten zoals in Amerika. Dat is een federale staat, maar Europa heeft dat verder niet. Nou ja, maar je kan ook niet, zelfs als Europa zich verder die kant op ontwikkelt, wat ik verder geen goed idee vind, behalve dan op het terrein van belastingen. Voor bedrijven vind ik dat een heel goed idee. Ja. Maar dan, je blijft dus altijd met het gegeven zitten dat de wereld eigenlijk verbonden is als markt en niet als overheid. Ja. Ja. Dat maakt bedrijven juist in internationale context wel heel relevant. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar volgens mij is dat juist het centrale aspect. Juist dan als het gaat over belastingontwijking. En ik denk ook dat speelt bij een aantal andere, eigenlijk ook bij het duurzaamheidsprobleem zelf. Is dat, hoe verhoud je je als bedrijf, als individuele institutie, met het feit dat een wereldeconomie eigenlijk gewoon heel erg imperfect werkt op die manier. Dat er geen overheid is die eigenlijk dingen zou moeten reguleren. Volgens mij zie ik het. We doen het ook in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Betrekken we ook zelf dat staatsperspectief erin. En we zeggen eigenlijk kan je bedrijfsethiek, moet je als je met bedrijfsethiek bezig bent, ook dat institutionele niveau wel degelijk in de gaten houden. Maar de manier waarop wij dat doen is vanuit het individuele perspectief. Daarmee zeggen we niet, je kan bedrijfsethiek bedrijven zonder überhaupt die context van de staat en die internationale. Nee, maar het perspectief wat wij nemen in het boek is, maar goed, je hebt als individu daar. En als bedrijf. En als bedrijf, ja, als bedrijf. Kun je nu die impact maken? Ja. Daar gaat het om. Wat voor impact kan jij maken en hoe moet je op die manier denken? Ja. Goeie invalshoek, jongens. Dus ik ben heel blij met die invalshoek, voor de duidelijkheid. Maar ik wilde dit ook, de contextualisering met jullie bespreken. Ja. Dus als ik even een paar hele kleine dingen bij elkaar betrek. Dus de mens is uiteindelijk verscheurd. En moet misschien ook leren dat hij dat is. En dat betekent ook volwassenwording. En dat betekent dat je soms tegen je eigen belang in moet handelen. En dat is zelfs ook ethiek om dat te kunnen doen. Maar de markt is ook verscheurd. En dat komt deels door de overheid, maar ook deels doordat de overheid gewoon ook grenzen heeft. Ja, ja. En de overheid zelf is ook verscheurd, denk ik zelf. Dat is natuurlijk ook een reactie van heel veel studenten. Van, oh ja, duurzaamheid, het is een probleem, maar dat zou de overheid echt gewoon moeten regelen. En dat is, weet je, en daarmee heb je in zekere zin, kan je zelf zeggen, van, ook als bedrijf hoeven we dat niet te doen. Nou. Het zou veel handiger zijn als de overheid het zou doen. Ja. Maar juist door die problemen ontstaat er, denk ik. Ja. Doordat de overheid niet zo perfect is, heb je... Ja. Willem, ik geef je een hand. Gefeliciteerd met het boek. Heel erg bedankt. Wim, jij ook. Voor het hoofdstuk. Bedankt voor het hoofdstuk en voor dit gesprek. Ja, leuk mensen. Als je het interessant vond, het boek is te koop. Ethisch zaken doen. En wij gaan weer verder met onze samenwerking. We zetten de camera uit. Dank voor het kijken. En de groeten. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.